Dit is de Haagse ballonnenboer en Stekeltje. Oh, hoi. Ja, sorry. Jullie denken natuurlijk ook, wat doet die Haagse ballonnenboer nou met de krant? Ja, normaal gesproken zaken natuurlijk een ballonnen en een pomp en dan gaan we workshoppen. Ja, dit is ook... Ja, sorry. Ik ga het jullie even uitleggen. Ik leg even de krant weg. Ik ga het jullie even uitleggen. Ik werd een paar weken geleden gebeld door het AD. Het Algemeen Dagblad, oftewel AD Haagse Courant. Want het was vanuit Den Haag. En die vroegen van, joh, Haagse ballonnenboer, we hebben jou op Facebook gezien en willen jou graag interviewen. Ik zei, nou, dat is wel heel cool. Dat is wel heel gaaf. Dus ja, en ik zeg maar, hoe komen jullie daar dan bij? Want je hebt het dan wel op Facebook gezien. Maar ja, maar we hebben ook gelijk op je YouTube-kanaal gezien. En we vonden het zo leuk wat jij doet. Dus we wilden graag een stukje schrijven over jou in de krant. Nou ja, daar kan ik geen nee op zeggen natuurlijk. Dus wat hebben we gedaan? Via de telefoon heeft ze, heeft de dame in kwestie natuurlijk, heeft een hele gaaf interview afgenomen. En daar hebben ze een heel mooi stukje van gemaakt. En de volgende dag kwam er ook nog een fotograaf. En zijn we hier een poosje bezig geweest met ballonnen en al dat soort dingen. Heeft hij een hele mooie foto gemaakt. En dat staat nou dus in de Haagse Courant. Nou, hieronder zal ik even erbij zetten waar je op kan zoeken. Als je hem eventjes wil zien natuurlijk. En het is gewoon Haagse Ballonnenboer AD. Dan komt hij al gelijk tevoorschijn. En hier laat ik even de foto zien. Kijk. Is dat gaaf of is dat niet gaaf? Tenminste, ja, ik ben er heel trots op. Want ja, die staat niet altijd natuurlijk in de krant. En ik denk, nou, hè, ze plaatsen zo'n klein stukje. Nee, dat is gewoon zo'n pagina in de Haagse Courant. Nou, ik vind het helemaal top. En wat ik gehoord heb, is die ook al in Rotterdam hebben ze geplaatst. En dus ja, ik vind het geweldig. Nou, het is ook weer mede dankzij jullie, hè. Want ik bedoel, als ik jullie niet zou hebben die allemaal meedoen en waardoor ik filmpjes maak, had ik misschien niet in de Haagse Courant gestaan. Dus ook voor jullie een duimpje. Nou, en volgende keer gaan we natuurlijk weer een workshop doen, maar ik wilde jullie het toch even laten weten. Nou, tot de volgende keer met een leuke workshop weer. En fijne dag allemaal en blijf gezond, hè. Doei! Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. De Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo.